vlog met deze 16 guys. Vandaag ga ik weer voor jullie vloggen. Wat er vandaag op de planning staat is, ik ga zo meteen weer naar mijn stage toe tot 5 uur. Daarna kom ik thuis waarschijnlijk en weet nog niet wat ik ga doen. Ik heb dus net mijn tas ingepakt. Die staat hier. En ik ben heel erg moe nog. Dus het wordt een lang day, grapje. Maar dus ik ga zo meteen naar mijn stage toe. Thuis, en dan ga ik gewoon thuis chillen. Want ja, ik moet mijn kamer nog een beetje opruimen voor een video die ik binnenkort ga opnemen. Maar daar heb ik gisteren al meer over verteld. Dat, voor de mensen die het nog niet weten, ik ga binnenkort een serie starten op mijn YouTube kanaal. Iedere zondag in januari komt er een video online. En ik noem het dan zeg maar Jamie's Room Makeover. En dan ga ik mijn kamer veranderen voor maar liefst €30. En dat is voor mij een hele uitdaging. Dus, yes. Ik ga zo er vandoor. Want anders moet ik later dan kiezen. Dus tot Ik ben dus weer een tijdje thuis. En toen kwam ik thuis. En ik had toen foto's geplaatst op Instagram. En dat was een foto. Even kijken wie me trouwens nog niet volgt op. Oh, hij is hem even aan het laden. Ja, daar is hij. Het was deze foto die ik had geplaatst. Op Instagram. En dat is met sterren. En meestal tag ik diegene er altijd bij. En toen ging ik kijken op. Toen kreeg ik allemaal meldingen binnen. En toen ging ik naar TP4Y Music. En bam! Hij staat dus ook op TP4Y Music. Kijk, ik weet niet of je. Oh nee, jullie kunnen niet zien. Maar hij staat dus ook gewoon op TP4Y Music. Echt super nice. Dus, oh my god. En er staat, er stond ook een reactie bij van, goals, het is je gegund. Of dit lijkt wel broer en zus en weet ik veel wat. En ach, dat iedereen me gunt. Dus dat is wel chill. Ik ga nu deze bende hier en hier opruimen. En het is nu 8:30. Dus. Nou, ik heb mijn kamer opgeruimd. Het is nu 10:45 en ik ben gewoon de hele tijd mee bezig geweest. Nou, ik lieg, want ik heb ook nog rooidonders gekeken. Dit is hoe mijn kamer er nu uitziet. Nog niet echt helemaal naar mijn zin. Maar er komt binnenkort een serie aan. Waar ik heel mijn kamer ga veranderen. Dus dan zien jullie dat ook weer. Ik heb dus net een video geëdit. Ook. Want ik was om 10:30 al klaar. Met opruimen. En toen dacht ik van oké, ik kan wel een bonus video gaan maken. Voor jullie. Misschien vinden jullie dat leuk. Dus ik ga heel even kijken waar die staat. Het is mijn favorite van de maand december. En dat gaat zeg maar zo. Dat ik mijn favoriete YouTubers met jullie deel. Nou, ik kan wel een klein stukje laten zien. Als ik hem nog kan vinden. En mijn zusje hem niet heeft verwijderd. Dus dat ga ik eerst even doen. En dan zie ik. Ik heb het gevonden. Ik heb 5 minuten aan beelden, zeg maar, voor mijn favorites. Ik heb gewoon YouTube, mijn favorite YouTube video's gedownload. En die in een soort van samenvatting gezet. Ik wil jullie laten zien, maar anders is het geen leuk verrassing meer, zeg maar. Maar ik kan jullie wel vertellen dat Beauty Gloss erin zit. Lanetta, Aimee, Rachelia en Tamara en nog veel meer YouTubers die ik op dit moment volg. Ik moet alleen nog het outro en het intro opnemen van deze video. Dus ik denk dat ik dat nu heel even snel ga doen. Dan kan ik hem uploaden en dan komt hij waarschijnlijk morgen online. Dus als je die vlog ziet, komt deze vlog gewoon online.
En dan komt er een bonus video online met mijn favorites. 31 december komt er ook een video online met dit was mijn 2015 video. Die moet ik ook nog gaan editen of gaan maken. Dus dat ga ik denk ik volgende week doen. Want ik wil ook de meeting erbij hebben en de Bibi, dat ik naar Bibi ga, wil ik er ook allemaal bij hebben. Maar ik wil jullie nu al een preview laten zien. Nou, niet geen preview, maar gewoon hoe zeg maar mijn beelden in dit programmaatje staan. Kijk, bijvoorbeeld dit. Dit is dan Kim. Dit is dan Bibi. Dit is, even kijken. Dit is Julie en Tamara. Serena zit erin. Tara en Larissa zit erin. Laura Ponticorvo. Sabrina Poetri. Ja, jullie moeten de video maar gaan kijken. Hij staat, als jullie deze vlog zien, staat hij over een uurtje online. Dus ik ga even het intro en het outro van deze video opnemen. En dan zie ik jullie zo. Ik heb nu net het outro en het intro even snel opgenomen. Dat was nog best wel moeilijk. Omdat eerst wilde ik het staand gaan doen. Toen dacht ik van oké, weet je wel, staand. En toen dacht ik, het is veel leuker als ik het gewoon met een losse hand doe. Dus ik heb het op vlog manier gedaan. Dus hopelijk vinden jullie het leuk. Hij komt over een uurtje online. Dus veel kijkplezier dan alvast. Ik ga heel even de beelden die ik net heb gemaakt importeren. Dan kan die opslaan en uploaden. Dus dat ga ik nu doen. En ja, dan zie ik jullie zo weer.